Dames en heren, van harte welkom terug bij Assetto Corsa Competizione. De Porsche is eigenlijk een auto waar ik altijd heel erg bang voor was. Nou heb ik een setup gekregen van degene waar ik binnenkort die league race mee ga doen. En die wil ik uitproberen. Ik heb een kwalificatie gedaan. Ik ben 20ste geëindigd. 22ste zelfs. Ik heb een paar aanmerkingen over je setup. De front brakes. Roodgloeiend. Dus ik moest er een paar aanpassingen mee maken. Maar 22ste. Een 1,50 nog iets was de tijd die ik reed. Nou werd er over het algemeen ook gezegd over de Porsche. Dat het op het rechte stuk de Porsche gewoon langzaam is. Heeft een lage topsnelheid. En dat is ook wel te merken op een baan zoals dit, Monza. Waar de topsnelheid heel erg belangrijk is. Maar de Porsche over het algemeen is wel heel erg snel. Alhoewel die informatie was van de vorige patch. Nu zitten we inmiddels in 1.18, 1.8, wat de patch ook mogen zijn. Die recent is uitgekomen en daar is dus het een en ander veranderd. Dus wij gaan hem vandaag testen. 70 km per uur moeten wij aanhouden. Mensen gaan aan de kant. En go. Blijkbaar willen mensen niet bij het begin van de start zijn. Want ze verwachten hoogstwaarschijnlijk chaos bij de chicane. Maar ik heb zoveel ruimte met degene voor mij, dus ik kan lekker mijn tijd nemen. Maar ik ga wel alvast een beetje op de rem. Want het is langzaam verkeer ingaan. Het goede aan de Porsche is, wat mij ook werd verteld, is omdat de motor juist achterin zit, kan je eigenlijk best wel snel vol gas. Omdat het gewicht heel erg achterin de auto zit. Waardoor je heel veel grip aan de achterkant creëert. Maar het probleem is daarmee dus weer dat je weinig grip aan de voorkant hebt. Dus wat je dus kan krijgen is veel onderstuur. En dat heb ik eerlijk gezegd tijdens de kwalificatie al een beetje gemerkt bij Ascari. Niet doorheen te jekkeren. Zoveel onderstuur. Maar we zien inderdaad veel Mercedes om ons heen. We staan op een 12e positie. Ook mede dankzij dat er veel mensen aan de kant gingen bij de start. Dus dat tellen we dan eventjes niet mee. Kijk, het ding is, dit gaat dan nog wel. Maar dit tweede stuk, waar je hem eigenlijk vol gas hier doorheen moet jekkeren. Ja, wijd. Je gaat heel gauw wijd. En dan moet je al gauw van het gas af. Waardoor eigenlijk hier op het rechte stukje alweer snelheid verliest. Dit is gewoon drama. Schmid achter ons, ook met een Porsche. Oh, dat is een tikkertje. Er is moord gepleegd. Schmid heeft een betere run door de laatste bocht heen. Zet hem er uiteindelijk naast. Gezellig. Maar we hebben beide een klote topsnelheid, mijn vriend. Hij gaat wel. Ik zie hem gaan. Hij gaat. Oh, we remmen allebei heel vroeg. And there we go. Ah, netjes. Ja, Verstappen, Hamilton. Zo kan het ook, hè. Zo kan het ook. Wat een gelul, joh. We gaan Schmid wel even onder druk zetten de komende tijd. Mijn banden moeten nog wel even op temperatuur komen. Dat duurt ook langer in deze patch. Oeh. Ik was bang dat ik hem aan zou raken. Dus ik ging al een beetje naar de rechterkant toe. Om als er een collision zou zijn, dat ik zou uitwijken. Of in ieder geval dat als ik door zou schieten, zou ik langzaam schieten, zeg maar. Oeh, er staat er eentje over dwars. Heeft het 50 meter bordje gehit. Dus dat wordt een beetje vervelend met het rempunt voor de tweede Lesmo's. Achter ons zit Santos in de Jaguar. Zie je ook niet vaak voorbij komen, de Jaguar. Slow car ahead. Staat er weer iemand achterstevoren? Nou, toevallig wel. Zie je, ik krijg hem er niet doorheen. Ik krijg hem daar niet doorheen. Op dat punt kan ik met zoveel verschillende auto's hem daar waar ik vol gas ging, gewoon hem halen. Porsche, nee. Porsche says no. Dus dat is dan gewoon een zwakkere bocht voor deze auto. En dat is op zich ook wel interessant om te weten. Of ik doe het natuurlijk ook gewoon fout. Dat is natuurlijk ook gewoon een mogelijkheid. Maar het is goed om te weten dat zeg maar deze auto op bepaalde punten wel gewoon echt
zwak is. De Jaguar achter mij komt wel heel erg dichtbij. En Schmid is van mij aan het wegrijden voor mij. Niet zo blij mee. Nou moet ik ook zeggen dat ik de eerste paar bochten of de eerste rondes wel wat rustiger aan heb gedaan. Omdat ik die gewoon altijd even wil overleven. Niet de eerste paar rondes tegelijk uitgeknikkerd wil worden. Want dat werkt pas op mijn zenuwen, joh. Oh, beide bordjes bij Lesmo zijn eruit geknikkerd. Leuk. Die herstellen ook niet automatisch. Dat is dan ook weer zo'n ding. Mijn rechter voorband heeft nog steeds moeite met warm worden. Wat klote. Je gebruikt die rechter voorband eigenlijk nauwelijks op deze baan. Oeh. Godskaleren, Ascari. Ja, ik verlies hier gewoon in tegenstelling met mijn voorganger 15e. Och, och, och. We staan inmiddels wel op een 10e plek. We hebben onze snelste ronde gereden van deze race tot nu toe. Een 1.51.1. Het is niet snel, dus heel langzaam. Het kan mij deugen dat ik met die Mercedes een 1.49.7 uit mijn hoofd heb gereden. Dus daar zit wel degelijk verschil in. Natuurlijk voel ik me ook wat meer op mijn gemak in die Mercedes dan in deze Porsche. Aangezien ik heb ook meer setups voor die Mercedes. Maar misschien moet ook gewoon even de banen voor wat evalueren. Moet er wat rubber op de grond gelegd worden. En zo naderen we ook onze voorgangers. Achter mij nadert Santos ook mij in de Jaguar. Lesmo's heb ik het gevoel dat ik daar wel beter doorheen kom dan die Jaguar. Maar het is gewoon op de rechte stukken. Is deze Porsche te traag? Gewoon te traag. Bleek een slow car up ahead te zijn. Kreeg ik net te horen van de engineer. Oeh, op die manier kan ik hem beter nemen. Misschien moet ik inderdaad gewoon dat groene meer mounten. Maar daar ligt ook zo'n sausage curb. Aan die binnenkant van Ascari, zeg maar. Of aan de linkerkant. Dus dat kan heel gevaarlijk zijn. Jaguar aan de binnenkant. Dat was zo te verwachten. Dat was zo te verwachten dat hij het niet zou halen. Want hij kwam wel een beetje van ver. En dan is het collision met 5-5. Je krijgt allebei een safety rating penalty. Wat eigenlijk tering bullshit is. Want hij dived mij. En ik gaf hem zelfs nog ruimte. Ik zag het al gebeuren namelijk. Want hij heeft best wel rapido. Dus ik dacht, nou weet je, geef ik hem gewoon de ruimte. Kan ik hopelijk genieten van zijn slipstream. Maar ik heb het gevoel dat hij gewoon, ondanks dat, gewoon van mij wegrijdt. Het is wel een leuke auto hoor, de Porsche. Het is zeker wel een stabiele setup die ik heb gekregen. Dat is dan wel fijn, dat helpt ook wel. Woe! Ik deed vrijwel hetzelfde als degene voor mij. Alleen hij accepteerde de heuvel wat beter dan ik. We pakten allebei die ene sausage curb, hè? Zagen jullie dat? Die Jaguar deed het ook. Oeh! Oké, pas op, Beamer. Nou, had ik misschien deze auto wat meer moeten testen op een baan die wat meer bochten vereist. Want deze auto blijkt gewoon heel erg goed in de bochten te zijn. In plaats van op het rechte stuk. Dus wellicht is dat ook een beetje mijn fout. Want je ziet die Mercedes, die gaat. Of die Mercedes, ja man. Die Beamer, die gaat straks langs mij zoeven, joh. Ik maak geen kans. De Beamer blijkt een van de betere auto's te zijn op het rechte stuk in deze patch. Waarschijnlijk totdat hij weer genervd wordt of wat dan ook. Dus verwacht maar dat hij aan het einde van de rechte stuk gewoon even lekker naast me zit. Terwijl wij wat dat betreft geen schade hebben, hè. Ja, we kregen net een melding dat er schade aan onze rechterkant zit door die ene Jaguar. Oeh. Ik rem later dan normaal gesproken. Ja, dat haal ik niet. Dan ga ik over curbs en troep heen zitten springen. Daar heb ik ook weinig zin in. Het verbaast mij dat ik zo traag met deze auto ben. Maar misschien hè, ligt het ook gewoon aan het feit dat ik eigenlijk nooit met deze auto rijd. En dat het ook gewoon een beetje een gewenningsproces is. Van ja, leer de auto eerst maar een beetje kennen voordat je er snel mee gaat rijden. En dat snap ik. Dat heb ik uiteindelijk ook met die Mercedes moeten doen. In eerste instantie ben je daar niet snel mee. En dan moet je gewoon rondes na rondes na rondes, uren na uren na uren, moet je blijven rijden om er uiteindelijk gewoon steeds sneller mee te worden.
zie gewoon die Beamer hier doorheen vliegen. Alsof het gewoon koek en ei is. Koek en ei. Geen probleem. Jekkert hem er zo doorheen, joh. Ik denk dat ik wel een klein beetje extra grip had kunnen halen als mijn PSI-waardes op mijn voorbanden wat beter waren. Hier, ik haal deze geen eens, joh. Misschien ging ik ook te vroeg op het gas. Dat zou ook wel kunnen. Maar als ik de 1.51 niet kan breken, dan is wellicht deze auto niet geschikt voor deze baan. Of is het gewoon moeilijker? Dat kan natuurlijk ook. Ik wil mezelf ook weer niet hoog neerzetten als de beste chauffeur van dit spel. Dat ben ik bij lange na niet. Ik oog mezelf meer als ondergemiddeld eigenlijk. Dus dat ik dan bepaalde tijden niet kan rijden, ja, dat vind ik dan af en toe heel vanzelfsprekend. Hé, ik had toch een Mercedes net achter mij? Nu zie ik Azalea achter mij zitten in een Porsche ook. Wat gezellig. Hij kan die Beamer op zich wel een beetje bijhouden. Hij zit op 0.8 en hij is nog niet de seconde voorbij gegaan. Maar ik nader hem ook niet. Dat is ook weer het ding. Oh, chaos. Chaos. Die Beamer tikte die Mercedes aan. Waarom? Geen idee. Hoe gaan we dit oplossen? Want ze gooien de boel hier een beetje op slot. Tuurlijk duikt hij naar links. Oh, Mercedes glijdt. Ja, dan zit ik te twijfelen en te kutten. En misschien dat ik hem gewoon naast moet zetten, joh. Ik heb wel de 1.50 gereden, dat dan weer wel. Slipstream zal er ongetwijfeld ook wel een rol in spelen. Misschien dat ik met breakducts toch eentje tikkeltje minder moeten doen. Want mijn voorbanden zijn, of mijn voorremmen zijn elke keer koud als we bij dit punt aankomen. Ook al worden ze wel warm, natuurlijk door het remmen. Hé, hey, Woffert. Ga je me er langs laten, door middel van de blauwe vlag, of... Ja? Oké, dat is dan wel aardig. Ja, anders heeft hij constant een blauwe vlag in zijn beeld staan. Dan wordt hij misschien ook niet zo vrolijk van. Maar zal je zien, rijdt hij me er nu vanaf, hè? Geen eens. Dat verbaast me dan ook wel weer. Ik zag wel die gele Mercedes de chicane hier afsnijden. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was. Wellicht verremde hij zich. Ik ga veel te traag door de Lesmos heen. Dat kan vele malen sneller. Dit kan zoveel sneller. Hé, hey joh, Santos in de Jaguar. Jij ging toch 500 km per uur? Waarom zie ik je dan hier weer? Wat is er aan de hand? Mijn Portugese vriend? Ik weet niet. Is hij Portugees? Braziliaans? Azalea op 0.5 seconden afstand achter mij in de Porsche. Zal nu ook wel een beetje slipstream pakken, verwacht ik. Rijdt ongeveer hetzelfde tijd, dacht ik te zien. Hij schakelde niet terug, dit hoerending. Hij bleef volgens mij in zijn drie hangen. Ja, dan echt door die eerste chicane fout te nemen, boom, 14e weg. De Lesmos gingen we prima doorheen. De afstand blijft hetzelfde, 0.5. Iemand is boos in de chat rechts. Gebeurt eigenlijk wel heel regelmatig. Misschien moet ik die chat ook gewoon eens een keer uitzetten. Want het is heel afleidend af en toe. Al zit je echt volop in de flow. En dan zie je ineens mensen elkaar uitschelden. En is het van oeh. Moet je ook niet willen. Heeft die Jaguar voor me schade of zoiets? Want die ging ook niet heel soepel door Ascari heen. Azalea komt heel erg dichtbij nu. Ga ik hem ruimte geven. Hij heeft ook iemand daadwerkelijk in zijn nek zitten. Wij remmen. Laat. Rollen. Gas. Ook al denk ik niet dat het heel erg jovel voor ons uitpakt. Aangezien hier op het rechte stuk heeft hij de slipstream. Ik ga wat naar links toe. Niet aantikken alstublieft. Dankjewel. Hij rijdt gewoon een halve seconde sneller dan ik, joh, die Azalea. Oh, die Beamer er ook nog eens achteraan. Heel fijn dit. Oh, dit is dikke kut. Die Ferrari doet eigenlijk helemaal niet mee met de race. Ja, warning for track limits, my ass. Ik laat die Porsche er wel gewoon langs, hoor.
Die heeft toch meer snelheid, dus dat is gewoon goed. Maar die Newman, die doet helemaal niet mee met de race. Maar die kwam gewoon de pit uit en koos dus eigenlijk een enorm klote punt om de baan in te komen. Echt, echt, echt kloten. Want die vergalde gewoon de hele battle daar. Oeh, Porsche langs de weg. Ik ben ook zo bang om met deze auto te trailbreken, hè. Ik ben er zo bang dat die kont gewoon onder me vandaan wegglijdt. Achter Woffert kan ik nog wel aangaan. Dat is het probleem niet zozeer. Maar Woffert, die wil nog wel eens een foutje hier en daar maken. Waardoor dat voor mij ook te kosten komt te staan. Ze gaan allemaal zo makkelijk door Ascari heen. En ik heb gewoon dat vertrouwen niet in deze auto om dat te doen. Ja, wat ik in ieder geval hiervan leer... is sowieso... Porsche is een leuke auto, dat sowieso. Maar... de onderstuur... vind ik toch wel heel erg kloten. Ik merk dat ik daar... veel meer moeite mee heb dan een partijtje overstuur. Oh, de leader has finished the race. Ja, dan zijn dit inderdaad de laatste paar bochten. Een achtste plek zie ik staan. Dat is op zich best geinig. We zijn er wat dat betreft niet echt afgeklipt. Ja, we hebben twee keer de run-off moeten doen bij de eerste chicane. Maar daar heb ik nou ook weer niet de grootste problemen mee. Dat was eentje omdat ik de bocht gewoon totaal niet haalde. En de tweede is omdat er een Ferrari ineens voor mijn mix zat. Ik denk, nou, dat ga ik geen eens wagen. Maar goed, van een plek waar we in eerste instantie starten tot uiteindelijk de... Nou, staat nu 7, maar tot eigenlijk de 8e plek. Prima. Maar ja, ik heb eigenlijk niet echt kunnen strijden om een plek. De mensen reden gewoon voorbij me. En dat... jammer. Jammer. Nou heb ik toevallig voor deze auto ook een setup op de Nürburgring en Spa. Nou, Spa is eigenlijk vergelijkbaar met Monza... heel veel rechte stukken, hoge snelheid. Dus dat zal hem waarschijnlijk niet worden. Maar Nürburgring zou ik hem wel een kans willen geven. Zou je dat willen zien? Laat het dan gerust eventjes weten. Ondertussen staan er twee video's naast mij. Mocht je die toevallig willen zien, klik er dan gerust op. Merchandise kan je vinden op www.gamerinnen.nl. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens!